Ja, ik vind het gruwelijk dat zij uitgebuit is in, uh, door, door, door mannen, hè? Nederlandse meisjes die ook hier in Nederland zijn. Uh, ja, ik, uh, ik kan daar heel boos om worden. Je verwacht het misschien niet, maar ook in Nederland vindt nog steeds mensenhandel plaats. Naar schatting zijn er in ons land 6250 slachtoffers. Ja, er zijn meerdere vormen van mensenhandel. We beginnen natuurlijk met seksuele uitbuiting, dus de gedwongen prostitutie. Uh, maar we hebben ook arbeidsuitbuiting, dus uh, in de arbeid gedwongen worden, maar ook criminele uitbuiting, dus criminele activiteiten verrichten onder dwang. Het coördinatiecentrum tegen mensenhandel Comenza wil hier aandacht voor en doet dat in de vorm van een tentoonstelling. Hierin komen allerlei mensen naar voren die zelf slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. Het was niet makkelijk om aan die verhalen te komen. Het is niet zo dat als, uh, als we gekomen dat iemand zegt: hé, hey, ik ben slachtoffer, uh, er zit heel veel dwang en heel veel schaamte uh, achter. Uh, en angst, waardoor het, uh, waardoor het heel lastig is. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen weet dat mensenhandel er is. En als we het zien, als je een niet-pluisgevoel hebt, uh, dat het gemeld wordt. Bijvoorbeeld bij een gemeente of bij de regionale zorgcoördinator. of uh, desnoods bij Comensa bij de helpdesk. En wat kunnen die dan doen? Sowieso zo zo natuurlijk eerst een luisterend oor. Van goh, ben je het zelf of is het voor iemand anders? Uh, is er hulpverlening? Uh, moet er gelijk ingegrepen worden door bijvoorbeeld de politie? Uh, ja, dat is het belangrijkste, dat er hulp komt voor het slachtoffer. De tentoonstelling is nog tot het einde van december te zien in de kasteeltuin in Wiegen.